post. Poste Piet met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Al zijn klanten zwaaien naar hem. Dank u, dat had ik nodig. Dorstig weertje voor een postbode vandaag. Fuck, wait for you to get it on your own. That's no delivered. Hier is de post, Nisha. Velijke aap die je bent. Je mag zo... Ziet er goed uit. Pieter? Ik denk dat je het alleen moet doen, Pieter. Ach, ja. Ja, jongen. Dat klinkt lekker. Ik kom toch zo... Room. Wauw. Wat is jouw lievelingssmaak? Ik hou van chocola. Dit moet lukken. De stekker erin en de schakelaar. Is alles goed, meneer Klus? Zo te zien moeten we nog eventjes wachten op onze ijsjes. Lekker. Het is kok ijs, agent van Cel. Dat heb ik gemerkt. Zijn piek was een beetje te krachtig voor de klus. Dat heb ik ook gemerkt, ja. We moeten iets anders verzinnen. Ik weet iets. De fiets van agent van Cel. Daar komt niks van in. Dat is een overheidsvervoermiddel. Nou, als ik op een gegeven moment op fiets zelf zit en ik denk alleen maar aan fiets, dan op een gegeven moment kom je gewoon klaar. Dat zijn de laatste aardbeien. Ik hoop dat hij het deze keer doet. Hoe lang duurt het? Een half uurtje, denk ik. Dan heb ik dus net genoeg tijd om... Allemachtig. Ja. Ja. Dat is zwaar werk. Walnoot en chocola. Wil je ook eens proeven, Pieter? Nee, dank je, chef. Ik wacht op de speciale verrassingssmaak. De volgende keer dan wordt het een bekeuring. Oh, nee. Het geeft niets. We ruimen het op en beginnen opnieuw. Dan moeten we opschieten. Het duurt niet lang meer voor de pik begint.